De open dag in de dahliatuin gaat niet door dit jaar. Heel jammer, want de bloemen staan er zo mooi bij. Daarom maken we een opname in deze tuin en praten met Wijnand van den Berg, de voorzitter, over deze mooie bloemen en wat er allemaal bij komt kijken. De open dag gaat niet door, omdat wij dus van de gemeente een schrijven hebben gekregen dat we 750 man mogen ontvangen. Terwijl we altijd veel meer mensen krijgen, meer dan 1000 tot zeg maar 1300. We hebben op dit moment 47 leden en we kunnen gaan tot de 50. Het is zo dat de mensen die een dahliaveld hebben, die worden beoordeeld op het onderhouden van het dahliaveld. En als de mensen het dahliaveld goed onderhouden, kunnen ze ook het jaar erop in aanmerking komen voor een groenteveldje. In de winter is eind oktober, half november, gaan er de dahlia's allemaal uit. Want anders bevriezen de knollen. Ja, dit jaar is het zo dat de groei van de dahlia's een heel stuk achter ligt. Het is niet de bedoeling dat mensen hier zomaar even bloemen komen plukken, hè? Nee, nee. We hebben ondersteunende leden en die ondersteunende leden die krijgen dus bonnen. En voor die bonnen kunnen ze dus zaterdags tussen 11 en 1 uur een bos dahlia's komen halen. Is het ook mogelijk voor mensen om bijvoorbeeld op afspraak hier een rondje te wandelen, ja, of kan dat niet? Dat kan. He, dus we hebben ook af en toe groepen van mensen die dus een afspraak maken van mogen wij met een groepje van 10, 11 man, mogen wij dan de tuin bezoeken? Dat kan.